Goeiedag, DFD Visser vindt van woensdag 22 februari. De AOW terug naar 65 is levensgevaarlijk, betoogde Martin Visser gisteren aan deze tafel. Hij reageerde daarmee op de doorgerekende verkiezingsprogramma's uit Den Haag, waaruit blijkt dat partijen zich op onverantwoorde en zelfs ronduit bizarre wijze rijk rekenen. Bij mij in de studio terug, Martin Visser, welkom. Goeiedag. Er is heel veel gebeurd de afgelopen 24 uur, heeft heel veel losgemaakt, onder andere op Twitter. Laten we even een paar tweets erbij pakken. Laat hem fysiek zwaar werk doen, vanaf nu tot zijn AOW. Zoals postbode, stratenmaker, eens kijken of hij dan nog zo praat. Of dit soort gasten gelijk met de rug tegen de muur. Ja, dat is dan weer wat minder fraai, maar het geeft aan, Martin, hoe vreselijk gevoelig dit ligt. Ja, gelukkig krijg ik dat soort reacties niet heel erg veel. Maar goed, dat hoort ook een beetje inherent aan social media. Nee, het ligt ongelooflijk gevoelig en dat begrijp ik heel goed. Je ziet natuurlijk ook de partijen die terug willen naar 65 jaar, SP, 50PLUS en PVV, met dat punt enorm scoren. En het is heel begrijpelijk dat het sentiment nog altijd leeft, terwijl de beslissing over de verhoging van de AOW-leeftijd echt al een tijdje genomen is. Ja, maar stelt iemand die een zwaar beroep heeft, zoals stratenmaker, zoals postbode, zich dan aan? Nee, absoluut niet. Misschien kan ik schetsen waarom het zo begrijpelijk is dat het nog steeds leeft. Dit is een maatregel waar politieke partijen heel lang tegen aangehikt hebben. Dat ze heel lang ontkend hebben dat het nodig was. Dus allerlei middenpartijen, CDA, PvdA, VVD ook, hebben jarenlang gezegd dat het niet nodig was. Terwijl economen al veel langer zeiden van let op, die vergrijzing komt eraan. Het is eigenlijk een ABC'tje dat dat wel moet gebeuren. Dus heel lang is dat ontkend omdat het zo gevoelig ligt. En dan wordt zo'n maatregel pas genomen ja, op het moment dat het echt niet anders kan. In crisistijd ook nog eens een keer. Ja, dan heb je mensen op z'n zachtst gezegd niet echt meegenomen in je verhaal. Nee. En de periode hiervoor is natuurlijk ook onder de kabinetten Balkenende, FUT en prepensioen ook afgeschaft. En de vraag is of wij met z'n allen, de arbeidsmarkt, mentaal daar al op aangepast zijn. Maar ik zie zoveel logo's achter jou in beeld. Hoe kan het dat geen een van die partijen dat voor elkaar heeft, hierover nagedacht heeft? Nou ja, je ziet dus dat alle partijen hiermee worstelen. Sommige partijen gaan dus terug naar 65. Nou, ik heb gisteren betoogd waarom dat onlogisch is. En wat je zou kunnen doen, je zou iets voor zware beroepen kunnen doen. Die tweet van de ene twitteraar was in die zin ook logisch. Stratenmaker is dan vaak het geëigende voorbeeld of metaalarbeider. Ja, dat is een belofte die gedaan is aan de vakbeweging al een aantal jaar geleden. En niemand weet hoe ze dat moeten regelen. Want het probleem is, of je maakt de regeling alleen voor zware beroepen. Maar wat is dan een zwaar beroep? Waar trek je de grens? Ja. Of je maakt een regeling voor iedereen, zoals de FNV onlangs heeft voorgesteld. Dat iedereen, als je dat wil, iets eerder met pensioen kan. Maar dan gaat de AOW-uitkering zoveel omlaag dat het heel onaantrekkelijk is. Precies voor die mensen die het nodig zouden hebben. Dus men komt daar niet uit. En dat is alleen nog maar de AOW. Volgens mij is veel crucialer. Wat doe je met die mensen op de arbeidsmarkt? Veel mensen kijken naar Henk Krol, luisteren ook naar Henk Krol. Hij zegt, het kan wel, ik heb het laten doorrekenen. Ja, dat kwam er gisteren nog eens een keer overheen. Hij heeft een econoom gevonden die vindt dat de AOW best 65 kan blijven. Dat is niet doorrekenen, zeg je? Nou, het is wel doorgerekend, maar er zijn er niet zo heel veel die dat betogen. Maar die econoom zegt er dan wel bij, dat kan alleen maar als de AOW niet welvaartsvast is. Dus je kan niet en een welvaartsvaste AOW beloven, die meebeweegt of die meegroeit met de loonontwikkeling, zodat de AOW'ers gewoon qua koopkracht meegaan met werknemers en tegelijkertijd de AOW-leeftijd verlagen. Maar dus kletst die dan maar wat? Nou ja, hij verkoopt natuurlijk wel knollen voor citroenen dan. Maar het is toch, het is nogal een makkelijke oplossing, want ja, zo kan je in principe alle overheidsproblemen oplossen. Ja, als je er gewoon van beknibbelt, ja, dan is het makkelijker om natuurlijk lang vol te houden. Nogal logisch. Ik bedoel, in de zorg kan dat ook. Zou dat in theorie natuurlijk ook kunnen. Je kan natuurlijk de eigen risico afschaffen als je bijvoorbeeld vervolgens het pakket veel kleiner maakt. Ja. Nogal wie dus. Zo lust je er nog wel een paar. Ga knijpen op de AOW'ers, ja, dan wordt het vanzelf een betaalbaar probleem. Ja, dus wat dat betreft, het is in bijbelse termen een enorme dwaalleraar die ons gewoon echt de verkeerde kant op stuurt en dingen belooft die absoluut niet waar kan maken. Tot slot, er zitten weer mensen naar deze video te kijken. Die zitten ook alweer klaar op de Twitter om jouw lulzak en sukkel te noemen, zoals gisteren ook gebeurd is. Wat zou je tot slot tegen die mensen willen zeggen? Nou ja, ik begrijp het probleem heel erg goed, maar volgens mij zit de oplossing niet bij de AOW. De oplossing zit bij de arbeidsmarkt. Wat we niet moeten vergeten is met de afschaffing van FUT en prepensioen is het aantal ouderen dat is blijven werken spectaculair gestegen. Absoluut. Ik ontken de problemen van de ouderenwerkeloosheid niet, maar dat is ongelooflijk. Ik denk dat we de ouderen enorm onderschatten door ze weg te zetten als zielig en die moeten dus namelijk de AOW in. Heel veel ouderen kunnen en willen graag blijven werken en daar ligt een taak voor de politiek en voor de werkgevers. En dat moet duidelijk worden. Er moet een arbeidsmarkt komen voor ouderen
Werkgevers moeten het belang inzien van mensen met levenswijsheid, met werkervaring. Daar moet alles worden op ingezet en niet weer steeds in die AOW zitten rommelen. Daar is niet de oplossing. Aldus Martin Visser, dankjewel. En dit was DFT Visser Vindt. En wilt u nou Martins vorige video over de AOW en de verkiezingsplannen nog even terugzien? Ga dan naar dft.nl, hij staat daar rechtsboven. Bedankt voor het kijken, tot snel, dag.